ben de kip aan het wassen met citroen en met wat zout. Ik heb hier verse peterselie en verse koriander. Dat doe ik in de blender. En knoflook voeg ik aan toe. Ik voeg nu de kruiden toe. Kurkuma. Zwarte peper. Kipkruiden. Paprika poeder. En nu voeg ik dit nog aan toe. De koriander, peterselie en de knoflook. Ik heb nu de kip gemarineerd. En de poten heb ik vastgebonden met draad. Ik voeg nu de uien toe en de gember. Ik heb ook wat olijfolie in de pan gedaan. Ik heb de kip ook in de pan gedaan. Hier heb ik wat paprika en dat voeg ik er ook aan toe. Aardappelen voeg ik er ook aan toe. Ik heb 2 tomaten in de blender gedaan. Dat voeg ik er ook aan toe. De overige kruiden voeg ik er ook aan toe. En daarna doe ik de dekjes op de pan en dan ga ik af en toe de kip een keertje omkeren. Ongeveer een uurtje laat ik de kip in de pan op zacht vuur koken. Ik voeg ook saffraan eraan toe. De kip heeft nu een uur gekookt. Ik haal zo de kippenhalken uit en dat doe ik eventjes voor 30 minuten. In de oven, totdat hij goudbruin is. Hier heb ik de saus en dan zet ik op hoog vuur. En dan tot het iets dikker wordt. En ik voeg ook olijven eraan toe. Nu voeg ik de saus aan toe.